Lekker in focus weer, helemaal top. Goed, dat is Peter. Goedemorgen allemaal. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben misschien een beetje overbelicht, een beetje wittig. Dat komt omdat ik het licht van de camera iets hoger heb gezet. Maar goedemorgen, het is vandaag woensdag. Mijn laatste dagje vrij voor deze week. Ik moet morgen werken, vrijdag werken. Vrijdag uiteraard ook een lange dag, eindelijk, voor het eerst. Dus dat is heel fijn. Maar ik wil het wel even. Ik heb namelijk een tafeltje nodig voor bij de stoel. Ik heb gisteren niks meer gevlogd. Gisteren is de vlog raar geëindigd. Dat weet ik. Maar er is gisteren van alles veranderd. Mijn baan, ik heb namelijk gisteren, zoals de 100ste keer, het interieur van mijn kamer omgegooid. Ik ga jullie het straks allemaal laten zien. Jullie hebben het net al een beetje kunnen zien. Ik vind het nu echt top staan. Ook hoe het met de stoel zo en zo. Dus ik ben helemaal blij. Maar ik heb een tafeltje nodig voor bij de stoel. En ik wil een beetje een crèmekleurig bruin dekentje voor over de stoel. En een wat hogere lamp. Dus ik ga aan de winkel bij de Action. Dan moet ik zeggen, heel veel geld heb ik nou ook weer niet over. Aangezien ik van dat geld, zeg maar, weet je, het is bij mij echt, zeg maar, zo geregeld dat het geld wat ik verdien blijft op mijn aparte rekening staan. En zo, hallo dan. En elke maand boek ik een x aantal bedrag naar mijn uitgeefrekening, in mijn geval mijn ABN rekening. En op die manier probeer ik dus een beetje met geld om te gaan. En dat minder makkelijk allemaal uit te geven. Maar het is nu ook zo dat ik van het geld waar ik dus de maand mee doe om uit te geven, daar ben ik natuurlijk ook nog mee naar Antwerpen geweest. Dus het is al niet heel veel. Maar goed, maakt niet uit. En ik heb mijn pa gisteren ook nog even betaald, want ik zou natuurlijk de reis betalen die we met de auto hebben gereden naar Antwerpen. En dat was ik nog vergeten, dus ik heb ook gelijk gedaan. Maar ik ga even lekker een bezoekje brengen bij de Action en kijken of ik daar een goedkoop tafeltje kan vinden. Bij de Kringloop had ik verder geen tafels, dus hopelijk hebben ze iets leuks bij de Action. Mijn haar is trouwens echt heel rood, ook als ik het gewassen heb is het fel rood. En ja, het is een beetje crème wit. Ja. Achter, maar goed, maakt niet uit. Nu nog een lamp, wat ben ik hier bezig. Dan moet ik daar weer zijn. Nu nog een hoge lamp. Het zou echt top zijn. Zo'n kandelaar, dat vind ik ook niet leuk. Ik vind zo'n hoge lamp zoeken nog wel moeilijk wordt eigenlijk. Nou, we gaan even kijken. Goed, ik ben thuis en ik heb even alle rolgordijnen dicht gedaan, want het is bloedheet hier. Maar ik ben geslaagd. Ik ga het jullie even laten zien. Oh, ik heb het zo warm ook. Nom, nom, nom. Yo. Ik heb gekocht. Ik ga hem even zo zetten. Dit tafeltje. En die ga ik zo in elkaar zetten. Het is gewoon een ijzer. Ik dacht dat hij van hout was. Maar hij is dus van ijzer. Dus dat is eigenlijk helemaal niet verkeerd. Dus die ga ik zo meteen in elkaar zetten. Oh, ik denk dat hoor ik. Dan heb ik dit crèmekleurige dekentje voor op de stoel. Ik heb even een familiepak pleisters meegenomen, aangezien ik tegenwoordig in elke per seconde bladen krijg. Dan heb ik eventjes nog een matte lipstick meegenomen, want deze kleur van mij was op. En ik liep daar langs en dacht, hé, dat lijkt al bijna dezelfde kleur. Dus ik heb deze meegenomen. Aangezien ik toch met mondmaskers het toch elke dag gehad. Dacht ik, ja, het maakt ook eigenlijk niet uit wat ik nu meeneem. Dus die heb ik meegenomen. Ik ga hem gelijk even opdoen.
Ja, de kleur is in ieder geval goed gekleurd. Ik zet een zwart fluisje op mijn lip. Dan heb ik nog even de kruidvat. Dus oorbelletjes gehaald die ik gelijk ga indoen. En daar ging ik voor. Deze gehaald, wenkbrauwen en lashes, gel. En last but not least bij de Action heb ik deze gehaald op het tafeltje. Voel me cute, met een batterij in. En dan geeft die licht. Maar ik ga zo eerst het tafeltje op in elkaar zetten. En het tafeltje komt hier waar de plant staat. En de plant gaat denk ik naar boven. Maar ik moet even kijken wat ik daar precies allemaal mee ga doen. Maar eerst even de papegaai hem neerhalen, want het zit ook nog in de kooi. Goed, ik heb alles dicht gedaan hier en even de ringlamp aangezet, want het is warm. Het is zo ontzettend warm. Het tafeltje staat. En ik ben echt blij hoe het eruit ziet nu. Het lampje doet het trouwens ook nu. Ik heb hem net in de batterij gestoken. Kijk hoe cute. Het is toch leuk, wacht, ik zet de lamp even uit. Toch schattig. Ziet er toch leuk uit. Helemaal blij mee. Lekker vliesdekentje erbij gehaald. Ik denk dat past ook wel bij de stoel, dat crème. Dus ja, nee, ik ben helemaal tevreden met hoe alles staat en doet en hangt. En heerlijk. En dus het is gewoon fijn dat mijn bed nu ook gewoon echt mijn bed is. En niet mijn bed ondertussen een bank is, een werkplek is. En dat een bed gewoon een bed blijft. Want ik ben heel erg onrustig 's avonds. Maar ik denk dat het komt omdat ik mijn bed voor alles gebruik. In plaats van alleen slapen. Dat heeft echt mentaal ook wel iets. En nu heb ik gewoon een stoel waarin ik lekker kan chillen. Een bureau waar ik aan kan werken. Of gewoon hier op mijn tafeltje. Want dat is wel chill dat ik ook natuurlijk zo'n schoottafeltje heb. En ja, ik ben gewoon helemaal blij. Ik ben koffie aan het zetten. Ik heb echt trek in een bak koffie. Ik heb er vanmorgen eentje op, maar dat was niet helemaal dat je dacht, het smaakt nou heerlijk. En ik ga zo even kijken hoe ver de vlog is met uploaden. Want die is wel al geëdit. Ik ga trouwens, ondanks dat ik moet werken, ook gewoon door met het dagelijks vloggen. Alleen ligt er een beetje aan. Kijk, de ene vlog zal wat boeiender zijn dan de andere vlog. Dan heb ik de massa dat ik heel veel korte diensten heb, maar er zitten ook wel lange diensten tussen. Dus het is wel een beetje afhankelijk van joh, wat voor dienst heb ik en wat kan ik op zo'n dag filmen. Kijk, als ik bijvoorbeeld vrijdag heb ik een lange dienst. En dan zou ik gewoon heel weinig kunnen filmen, denk ik. Dus dat is een beetje jammer. Maar goed, weet je, dat is dan maar een beetje om mee te dealen. Maar ik ga wel elke ochtend gewoon lekker om 5 uur op. Zoals ik eigenlijk normaal doe. Vanmorgen ben ik ook om 5 uur opgegaan. En ben ik gelijk gaan editen, want dan staat dat gewoon klaar en dan kan ik het 's middag als ik uit werk kom gewoon uploaden voor de volgende dag. Dus dan zit ik daar niet zo mee in de stress en zo. Dus ik ben echt helemaal blij, jongens. Heerlijk. Ventilator aan. Zelfs mijn plafondventilator staat nu op zijn allerhardste draai, omdat het gewoon zo ontzettend warm is. Dat is echt niet te doen. Maar goed, het is niet anders. Ik ga een koffietje drinken. En ik denk even een nieuwe aflevering van Lisa kijken. Want die staat online. Hey, dit is hoe mijn kanaal heet. We zijn nee. Nee. We zijn nou op zoek naar een nieuwe auto. Die zijn net de camera zijn, ik kan toch werken. Ik ben vooral mee, zou ik zeggen. Ik zie je wel even zitten. Twee bekvechten en ouders voor in de auto. Oh ja, maar goed, we zijn onderweg. Tenminste, we zijn al bijna in Niemandsdorp. Want als jullie, het is nu 3 weken geleden of zo. Voor mij wel, ja. 3, 4 weken geleden
vlog zouden zien, dan weten jullie dat ons kippetje Chicky is overleden. We hebben nog niet echt de mogelijkheid gehad om die naar het crematorium te brengen, aangezien alles bij ons gestrekte deur uitgaat, maar uiteindelijk terugkomt naar huis in de vorm van as in een eurinkje. Dus in dit geval, oh ja, wacht, dat is waar. Hier staat het, zit het konijntje in, die al eerder gecremeerd is, waar Chicky mee samen zat, Boefje. Er waren twee dikke maatjes, dus we hebben gezegd, joh, als Chicky ook op een gegeven moment gaat, gaat ze in hetzelfde eurentje als waar Boefje in zit. Dus Chicky is ingepakt in een vuilniszak, dat is heel zielig. We hebben echt 3 weken lang letterlijk een kip onder in de vriezer gehad. Echt sneu. En ook een praatje tegen als je die vriezer opentrekt, zei het ook. Ja. Dan zegt hij, Chick. Laatje open, hi. Nou, hi, Chick. Ja. Ach, nee, is echt sneu. Maar we gaan haar brengen naar het crematorium. We moeten eraan geloven en dan zien we er niet meer in de staat hoe ze nu is. Terug, in de vorm van as. Goed, inmiddels zijn we weer thuis. Voor de mensen die ik niet tegen kon, sorry. Maar ik wilde er wel iets van vastleggen nog voor het laatst. Ik heb avond gegeten. Ik ga even mijn werkjasje strijken, want die zit echt vol met kreukels. En zo kan ik niet naar mijn werk morgen. Dus dat ga ik even doen. Daarna ga ik even kleding krijgen voor morgen. Ga ik even douchen. En that's it, denk ik. Verder niet zo heel veel op de planning. Dus hou lekker rustig uit. Ik denk zo lekker tv kijken. En misschien dat ik al de vlog ga editen. Of dat misschien ook dat gewoon morgenochtend. Ik denk dat dat gewoon een beter plan is. Komt helemaal goed. Ja, in ieder geval. Tijd om te strijken. Goed, ik heb heerlijk gedoucht. Ik heb lekker mijn skincare gedaan. En ik ga slapen. Ik ga deze ringlamp zo uitzetten. En hier wegzetten. Want dan hoort hier ook helemaal niet. En dan ga ik slapen, want ik ben wel, ondanks hè, dat ik toch bezig ben geweest met van alles en zo, ben ik toch wel moe, ondanks dat ik niet een heel drukke dagje heb gehad. Ik ga die ringlamp eruit halen. Ik ben toch wel een beetje dat je zegt, nou, het wordt toch wel bedtijd. Goed, wat mij betreft is het tijd om te gaan slapen. Ik ben omgekleed en wel de camera leg ik zo op de lader, telefoon nog op de lader. Alles ligt klaar. Ik ben misselijk. Heel vervelend. Maar ik ga slapen. En ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog. Doeg!